Yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Yo guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij een van de vier nieuwe mappen checken die op Modern Warfare Remastered natuurlijk beschikbaar is. Het is een Fairy Team mappack. Ik weet eigenlijk niet echt hoe die mappack heet. Het is in ieder geval de allereerste mappack van Modern Warfare Remastered. En we spelen vandaag op de map Killhouse. En ik heb daarnet een potje Killhouse gespeeld. En het is eigenlijk een soort van paintball slash BB gun-achtige map. Het is echt heel erg klein. Het is heel erg fast-paced. Het is heel erg om elkaar, zoals je waarschijnlijk hier al in indeling een beetje kan zien. Heel veel granaten worden er hier op deze map gegooid. Dat is één ding wat heel erg zeker is. En special grenades. En er zijn allemaal torens, allemaal huisjes waar je in kan. Waar je de enemy natuurlijk in kan opwachten. En dat is natuurlijk super, super vet. Je moet wel heel erg snel kunnen reageren. Of je moet, zoals je bij Modern Warfare Remastered eigenlijk een beetje hebt, redelijk veel pre-aim. Omdat je niet zo heel snel kan reageren op het springen. Op het richten en schieten. Dus dat moet je allemaal een beetje slim spelen. Zoals ik eigenlijk nu een beetje doe. Een beetje zo inzoomen. Een beetje inzoomen door de map. Oh mijn god. Oh, ik heb hem ook nog met een headshot. Wat? Oh god. En ik heb Sleight of Hand erop staan in plaats van Stomping Power. Want Sleight of Hand, ik weet niet. Sleight of Hand heb je sowieso op deze map nodig. Omdat het zo fast paced is. Je bent zo snel door je kogels heen. Dus het is misschien wel handig om in plaats van Stomping Power Sleight of Hand aan te zetten. Sinds stopping power niet heel erg nodig is, vind ik. Op dit moment. Stopping power is wel altijd super handig op lange afstandsmappen. Alleen van dichtbij vind ik het nou niet echt heel erg noodzakelijk. Dus daarom dacht ik, nou ja, laten we Sleight of Hand even aanzetten. Ik heb natuurlijk ook die shotgun nog. Daar moet ik nog een video mee maken. Dan moeten we natuurlijk ook deze map natuurlijk checken. Omdat dit natuurlijk de beste map is eigenlijk om het een beetje uit te checken. Je ziet ook, ik krijg gewoon random 2 kills. En de Magnum is trouwens heel erg chill om mee te spelen. Vind ik. Ik vind hem zelfs chiller dan de Deagle. Ik weet niet waarom. Come on, boy. Waar zijn jullie? Kijken of we, als we hier gaan zitten, of we een beetje kills op kunnen pakken. Het is wel een beetje campy. Dus we gaan even meer lopen. Oh, we zijn hier, joh. Er zit er eentje hier gewoon door de muur heen te schieten. Slimme man. Nou, moet je eerlijk zeggen, dat is redelijk slim. Want dan kun je gewoon vanaf daar kun je gewoon je kills op pakken. Oké, we hebben een airstrike. Ik weet niet echt of dat gaat werken op deze map. Heel benieuwd naar. Ik ga hem zelf sowieso killen. Dat is één wat zeker is. Gotcha. Lekker, let's go. Oh, we hebben een paar kills. Let's go. Met de killstreak. Daarom, je ziet het ook, hè. Je moet echt heel veel alvast in gaan zoomen. Ik heb weer een airstrike. En ik moet jullie zeggen, jongen, dit wapen wat ik gebruik, die XL nog wat. Oh my god, hij heeft, hoe heet het, jugs achter gebeuren. Wacht, als ik hiermee 2 kills kan pakken, dan zou ik het heel chill vinden, heb ik een helikopter. En ik ga toch checken. 1 kill dan. 1 kill. 1 kill maar. Ik hoef maar 1 kill te hebben. We zijn volgens mij geliefd. Ja, we spelen tegen 3 man. Ah, shit. We zijn gewoon kuit aan het ownen. Dat is het hem gewoon. En iemand anders heeft sowieso al een helikopter van ons team. Dus. Oh mijn god, ik heb hem nog. Let's go. Pak me de Magnum erbij. Dat is heel erg chill. Gewoon. Oh, hij ligt daar. Ik dacht dat hij in zijn eentje er was. We kunnen gewoon heel snel switchen naar de Magnum. We hebben alweer bijna gewonnen, jongens. Holy nee, het gaat 17-7. Als hij heeft zijn helikopter uitgeblazen. Wacht, kan ik door de. Ik kan hier niet door de muur heen schieten. Of, ik wou zeggen, ze zijn al dood. Maar dat waren ze dus niet. Dat is tenminste minstens eentje leeft. Joint wel weer eentje. Ik denk dat we hierna nog even een potje moeten gaan spelen, jongens. Omdat het zo snel gaat. Dat we het zo goed zijn. We zijn bizar goed. Daarom gaan we zo snel. En het hoekje, teammate. Hoppakaas, let's go. Ik begin al wel een beetje, ik begin deze map al wel een beetje door te krijgen, eerlijk gezegd. Oh, die laatste kogel, jongen, die laatste kogel was nog een headshot. Let's go. Heel veel mensen gebruiken ook grenade launches, begrijp ik ook best wel. Dat is ook best wel handig eigenlijk. Ook al krijg je de hitmarks mee, dit spel. Wat ik, ja, leuk, maar ook wel weer jammer vind. Omdat grenade launches toch wel een one-shot kill wapen volgens mij waren. Voor one-shot kill waren. Vooral Modern Warfare 2, dus. Het is een beetje jammer dat je er hitmarks mee kan krijgen. Is die helikopter er nog steeds niet uit of is het een nieuwe heli? Ik heb de hele tijd mijn helikopter, jongens! Ja, het is een nieuwe heli, fuck. Ik let er niet goed op. Moet je wel zeggen, we hebben de laatste kill. Deze map is actievol. Deze map is super chill. Ik wil deze map sowieso ook nog een keer spelen met de shotgun. Met die Kamachka, zoiets. Zoiets? Ja, zoiets, denk het. 24-9, eerste potje. We gaan natuurlijk even 2 potjes spelen, want het ging wel heel erg snel. Dus ik zie je zo. Bij nieuwe map 2 en potje nummer 2.
Oké, jongens, onze tweede game wordt op de map Creek gespeeld. En dit geeft mij een beetje meer het gevoel van van die map van Modern Warfare 2. Die speelde zich ook af in de berg in een hutje. Misschien is dat deze map? Ik weet niet. Het geeft me wel een beetje het gevoel. Wacht. Nee, volgens mij zijn het allemaal nieuwe mappen, daarom. Dus ja, het geeft me wel een beetje het gevoel. Het ziet er wel redelijk groot uit. Heel veel spots om op te snipen. Omdat het ook natuurlijk in de berg is. En het meeste, lijkt mij, speelt zich af in de bossen. Dus ja, heel veel plekken in principe om te snipen. Om echt sneaky te zitten. Interessant. Wow. Hier. Dat bedoel ik. Dit gaat interessant worden, jongens. Dit gaat denk ik een langzame map worden. Waar heel veel op gesnipt wordt. Dus ik moet even uitkijken voor allemaal snipers. Hier zit ergens één. Twee. Zo, hallo. Met zijn P90 op deze map? Oké. Okay. Kan. Je zag het. Hij maakte er een kill mee. Kan. Ik ga denk ik straks ook even de sniper erbij pakken, jongens. Ik denk dat deze mensen namelijk heel erg gaan wachten. Vooral op dit gedeelte. Waar ik sta. Oh, daar. Ja, oké. Ik ga de sniper erbij pakken. Want dit is volgens mij... Oh mijn god, waar is mijn sniper? Oh, daar is mijn sniper. Ik schrok al. Ik dacht dat ik geen sniper aanstaan. Maar ik heb altijd eigenlijk een sniper aanstaan. Ja, jongens. Dit wordt er eentje waar we heel erg hard gaan wachten. En heel veel gaan snipen. Zo'n gevoel heb ik. Kunnen ze via die kant komen? Ze kunnen via beneden komen. Kunnen ze via de... Ja, via hier. Via de bergen. Dus in principe maak je dit helemaal zo vast. Oké. Okay. Wacht. Ja, dit is de enige manier zodat ze hier kunnen komen. Dus in principe als we ze hier vastzetten... En zorgen dat we die spawn gewoon op hebben. Dan kunnen we gewoon hier op wachten. Gotcha. Dankjewel. Oh nee, wacht. Volgens mij kunnen ze wel omlopen. Oh god. Oh mijn god. Oh mijn god. Er zaten er gewoon twee naast me. What the fuck? Oh my god. Ik had er nog een halve hipfire ook nog. Oh mijn god. Dat wist ik nog ineens. Als je inzoomt zie je natuurlijk... Oh jawel. Je ziet wel hier. Wat? Oké, het zal wel. Soms zie je de UAV dan niet. Oh my god, wat de hel! Oké, dat is best wel grappig. Er zijn meerdere niveaus nu, oké. Dus kunnen deur opstaan. Oké. Interesting. Interesting. Grappig. Nee, zeg alsjeblieft niet. Gaat die helemaal achterin blijven hangen? Oké, dit gaat een lang worden. Ik weet zeker, als mensen zo spelen op deze map, gaat het een heel lang potje worden. Waarschijnlijk ook met Domination en dat soort gebeuren zal het ook wel lang duren. Sinds niemand eigenlijk echt wil gaan pushen. En iedereen eigenlijk een beetje met de sniper aan het spelen is op dit moment. En ik vind het ook wel een sniper map. Dit is ook wel echt eentje. Kijk, ik bedoel dit stuk. Ik bedoel, als je hier gaat staan en je hebt... Wow, ik flikker bijna. Daar gaat staan. En je hebt op een gegeven moment die spans onder controle. Ja, dan zeg ik ook van... Tiddledoki. Katja. Hier, nu hebben we de spans onder controle. In principe spant het volgens mij daarin zo. Gewoon heet en blijft bewegen een beetje. Ik denk dat ze achter ons gaan spannen, man. Volgens mij zijn ze achter ons gespand. Ja. Perfect, in het huisje. Oké. In principe is het gewoon wachten dat je iets ziet bewegen en dan gewoon schieten. Dat bedoel ik. Oh, wat een vies gecamp. Naast ons. Ah, nee. P90 alweer, hè? Wacht even, hoeveel kogels, joh? Jee. Oké, die lekte hem een beetje. Wacht, zitten daar. Zitten ze er beneden? Nee, zit hier. Oh. Ik wou net zeggen, die was niet raak. Hoe dan? Helikopter schiet op me. Onze helikopter. Oei! Snelle reactievermogen. Oei. Mee. Oh, nee. Teammate? Teammate heeft een let's go, teammate. Beest, jongen. Beest. Oké, let's go. Verder gaan. We staan echt keihard voor. We zijn... Ik denk dat we ze ook gewoon kaart aan het spawn trekken. Nou, ik denk het niet. Ik weet het zeker. Eigenlijk. Ik bedoel, één iemand blijft de hele tijd hangen in ons spawn. Dat is prima, want dat spawn is alleen maar voor ons. Ik wil alleen wel weten waar ze zijn. Oh, daar. Hij zag me. He knows I have a sniper. I know where you are, mate. Oh, god. Dit was een granada. Oh, er zit een enemy heli in. Een heli van ons? Oh, nee, wacht. Nu alleen een enemy heli. Oh, die is weg. Oké. Oké, als je het zo wil spelen. Tiefes ventje. Oh, lekker.
Jongens, we gaan hard. We zitten op een 4 streak met een sniper. I'm so proud of myself. Hallo? Oh, hier. Oh, ik dacht dat ik hem had. Wauw, hij zit gewoon met een RPD achter in de spawn te campen. Wauw. Deze map. Deze spelers. Durven er niet op af te... Zou ik eigenlijk ook niet durven, hoor. Als we zo hard gewond worden. Is dat een fuel tank? Kan die kapot? Dat wil ik zien. Even kijken of dat kapot kan. Oh. Wat? Oké, nou weten we nog steeds niet of dit kapot... Ah, nee, dit kan waarschijnlijk niet kapot. Er zijn maar 2 spelers. Leuk! Top! Dit gaat heel snel. Dat is één ding wat zeker is. Wow, wow, wow. Hier komt 2 spelers zitten er in het potje. Wie komt tegen? 1 van de 2 spelers. Hij zit daar ergens. Hij zit daar ergens. Irritant, jong. Komt voor zijn. Oh. Moet je niet jezelf flashen. Zit hij nou? Waar is hij? Hallo? Siri, bek houden. Nee, weg. Godverdikke me. Ben je uit? Nee, ik ben niet uit. Doei. Waar zijn ze? Oh. Oh, ze connecten ook alweer. Waar is iedereen? Ik wil even dit potje snel afsluiten, want... Dit duurt te lang. Hallo? Onder ons. Hallo? Ah, oh, no-scope. No-scope. Oh, de no-scope is real! Lekker, hoor. Lekker, hoor. Ze zijn wel aan het joinen, though. Zie ik ze? Nee, niet echt. Zie ik ze nu? Ja, zeker. Hallo? Ik wacht gewoon tot ik iets zie bewegen en dan gewoon inzoom en bam. Zijn ze weer geliefd of zo? Nee, er zitten nu juist meer enemies in dan wat wij teammates hebben. Oh, fuck off, you wanker! Hoorde je wat hij zei? Dat is sowieso een Britse. Echt zo, oh, fuck off! Oh, fuck. Oh, get wrecked! Dude, jij moet je echt schamen. Sorry, het spijt me heel erg. Oh, hey, dude, get on my level. Ik bedoel, kijk deze sniper. Get on my level. Hallo? Oh, they're here. Oh, hier. Oh, die is dood. Oh. Oh, nee, hij ziet me. Ik wou die ene gozer achter hem killen. Shitzooi. Dit is een heel lang potje, jongens. Dat moet ik eerlijk toegeven. Hallo? Yo, wanker. Kom dan. Pussy. Oh. Oh, wat? Shit. Killen. Killen in mijn hart. Killen in mijn ziel. Alleen maar killen. Waar zijn al deze mensen? Wow, wow, wow. Snipers. Rustig. Hey, dude. Dude. Hallo? Hallo? Take it easy. Take a sissy. Take a sissy. Nou! Jammer dat hij nou juggernaut hebt, jongen. En ik heb nog wel stopping power. Dus waarom is hij niet... Wat? Dankjewel. Deze grapje die vreet 2 bullets. Die was heel scheef trouwens. Dat is hem weer. Dat is hem weer. Dat is hem weer. Weer met een RPD. En weer heeft hij juggernaut. Oh, de verschrikking. We moeten nog 4 kills, jongens. Maak het even af. Want we hebben airstrike op onze kop. Oh, oh. Maak het nou even af. Nog 2 kills. Nog even afmaken. Gewoon even deze gooien en een dubbel kill graag. Gewoon even. Gewoon doen. Oké, dan niet. Oké! Jongens, maak nou even de kill. Ik kom niemand meer tegen. Even kijken, 21-14 onze score. Dus onthouden we even, want we kunnen nooit... Oh, shit. Ik wil de final kill, let op. Oh, jammer. We hebben al gewonnen. Nou ja, jammer. Gewonnen. We hebben in ieder geval gewonnen. 2 points natuurlijk verloren, wil ik zeggen. 2 points natuurlijk gewonnen, 2 points gespeeld. 2 nieuwe mappen. Dat was Killhouse en deze map. Ik weet niet uit mijn hoofd. Creek. Dus ja, Creek, een langzame sniper map. En Killhouse, een supersnelle shotgun, SMG, pace-achtige map. Dus ik vind het best wel grappig. Ik ga natuurlijk ook alle andere maps uitchecken van de map pack. 2 andere maps nog. En dan is het natuurlijk super awesome. Dus als jullie deze video nou ook leuk hebben gevonden, druk ik uit de blauwe duimpje omhoog. Ben je nu mijn kanaal, zie ik ook mijn kanaal met de video's. Abonneer op mijn kanaal, wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jou weer terug bij een gloednieuwe Modern Warfare Remastered video. Later, jongens.